Dag bij de Gamer Geeks en welkom bij het Gamer Geek Nieuws van vrijdag 18 november 2016. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou op een rijtje gezet. Met deze week, Watch Dogs 2 liet kutjes zien. Telltale werkt mogelijk aan Guardians of the Galaxy. En Nintendo bant illegale Pokémon trainers. Waarschuwing! Dit aankomende nieuwsbericht is alleen maar voor mensen van 18 jaar en ouder. Dus als je onder de 18 bent, skip vooruit of zo. Niet dat je dat gaat doen, want je hebt helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel, maar... Je bent gewaarschuwd! Afgelopen week is Watch Dogs 2 verschenen. Een open world game waarin je kan rondvliegen met een drone, gasten kapot kan rammen met een biljartbal. Maar bovendien kan je alle elektronica om je heen hacken. Maar de game is nog geen week uit, of er is al controversie. Zo schijnt het te zijn dat er vagina's gerenderd waren bij bepaalde niet speelbare vrouwelijke de personages. Hier kwam een speler achter, deelde een screenshot op het PlayStation Network en werd daarna geband. Volgens Sony gaat het plaatsen van dit soort afbeeldingen tegen de algemene voorwaarden in. Niet alleen vrouwelijke personages in de game hebben volledige geslachtsdelen gekregen. Zo postte Kotaku.com deze video met daarin een personage die duidelijk een ding-dong heeft hangen. Ubisoft, de uitgever van de game, gaat actie ondernemen en gaat het personage met de vagina, waardoor de speler in eerste instantie geband werd, wijzigen door middel van een patch. Over de rest van de geslachtsdelen is helemaal niets gezegd. Het internet is zoals vanouds fucking boos, want koppen eraf schieten, dat is prima, maar een flamoes? Ja, daar een screenshot van delen, dat gaat te ver. Weet je hoe moeilijk het was om dit met een strak hoofd te vertellen? Best wel! Telltale Games werkt mogelijk aan een game gebaseerd op Guardians of the Galaxy. Dit blijkt uit het cv van een aantal stakende stemacteurs. Als dit gerucht klopt, dan zal dit een titel worden die lijkt op andere Telltale titels, zoals The Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Minecraft Story Mode. Holy shit, hoeveel fucking dingen hebben ze gemaakt? Oh ja, en de serie die nu loopt, Batman. De timing lijkt ook te kloppen. De ontwikkelaar zou namelijk een nieuwe titel aan gaan kondigen op de aankomende Game Awards die in december plaatsvindt. En die nieuwe titel zou te maken hebben met een Marvel-merk, wat Guardians of the Galaxy is. Ook iets om niet te vergeten, de tweede film van Guardians of the Galaxy komt ook uit in de lente van 2017. Mocht je nou geen fan zijn van de Guardians of the Galaxy, ben je gestoord, maar je wilt wel dit soort type games spelen, maak je dan ook maar geen zorgen, want aankomend jaar komen de nieuwe seizoenen van The Walking Dead en Game of Thrones. Ik heb het dan niet over de televisieserie, maar over de serie Telltale Games. Nintendo heeft forse maatregelen genomen tegen illegale versies van Pokémon Sun en Moon. De nieuwe RPG-game in deze franchise verschijnt 22 november voor de Nintendo 3DS. Maar op het internet waren al ROMs van de game te vinden. Gamers die deze ROM gebruikten om de game al te spelen op hun handheld voor release, die kregen binnen de kortste keren een bericht dat zij niet meer met het Nintendo Network konden verbinden. Dit houdt in dat online multiplayer niet mogelijk is en je geen toegang hebt tot de Nintendo eShop. Wat dus ook niet meer betekent dat je Virtual Console shit kan gaan halen. Het zou eerst gaan om een tijdelijke ban, maar inmiddels hebben een aantal werknemers via mailverkeer al bevestigd dat de ban op het Nintendo-account, als dat zo gebeurd is, permanent is. Dat Nintendo dit doet, moet niet als een grote verrassing komen. Zowel de Nintendo 3DS als zijn voorganger, je zou denken de 2DS, haha, maar het is de DS, die hadden software en cartridges waarmee gemakkelijk gedownloade illegale ROMs afgespeeld konden worden. Mocht je de nieuwste Pokémon games willen spelen, aankomende week komt deze dus legaal uit voor de Nintendo 3DS. Je zou misschien ook kunnen wachten, want het gerucht van afgelopen week gaat dat er ook een nieuwe versie uitkomt van deze game voor het nieuwe platform, de Nintendo Switch. Maar dit blijft natuurlijk een gerucht en is nog niet bevestigd. Tot zover deze editie van het Gamer Geek News. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like deze video, abonneer op ons YouTube kanaal. En vergeet daarna natuurlijk niet te kijken naar onze andere mooie video's. Zoals de unboxing van de PlayStation 4 Pro door Bo. Jeroen geeft een eerste indruk van Dishonored 2. En Johan blikt alvast vooruit op Pokémon Sun and Moon. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe aflevering van het Gamer Geek News.